Ik blijf hier staan om te filmen, want ik denk dat ik dit leuker vind ten opzichte van jou een plakbandje aan te geven. Ik denk dat ik het super grappig vind. Ik krijg onder heel veel vlogs de vraag wat voor baan jij doet. Dat is nog zuurder dan een citroen die je 20 dagen te lang in zijn schimmel laat rotten. Goedemorgen en wat superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Het is dag 17 van Vlogmas en vandaag is zo'n bijzondere dag. Misschien hebben jullie gisteravond de video al gezien. Gisteravond hebben we namelijk de video geplaatst van de gender reveal. En die wilden we heel erg gefocust houden op de gender reveal zelf. Dus op het feestje, op de uitslag en wat iedereen dacht, gewoon dat. Maar ik vond het wel leuk om verder ook gewoon nog de Vlogmas van die dag te maken. Dus in deze vlog gaan jullie zien dat wij het huis klaarmaken voor het feestje, dat we de voorbereidingen doen, dat we nog wat boodschapjes gaan halen voordat iedereen komt. Ik zal jullie mijn outfit laten zien. We gaan natuurlijk de adventkalenders unboxen. Dit wordt gewoon een leuke kerstige vlog waar jullie net nog even wat meer insights krijgen in mijn dag. Ja, laten we Marco even vragen of hij er zin in heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je zin in vandaag? Wat gaan we vandaag doen? Grapjas. Ik heb er wel zin in. Ik begin nu toch wel, merk ik, omdat ik weet dat we het vandaag te weten komen, dan ben ik ook wel nieuwsgierig. Maar nieuwsgierig was ik al lang. Ja, maar meer of zo. Maar bedoel je meer een beetje ook zenuwachtig, of niet? Nee, dat nog niet hoor. Nee, dat denk ik als we de versiering gaan doen en zo. Ik denk niet dat ik dat zo krijg. Nee, dat denk ik ook niet, jou kennende. Er zit ook niet een bepaalde lading aan vast of zoiets verder. Nee. Omdat het namelijk helemaal niks uitmaakt wat de uitslag is. Nee, true. Helemaal niet. Dus dat vind ik het ook niet zo erg. Is ook zo. Hey, schat. Ja? Ik vind jou heel erg lief hoor. Wat is er? Wat heb ik nou weer gedaan? Iets met dat melkkannetje. Ja, ik weet maar het. Maar schat, als je melk zet in je koffie. En er zit nog melk daarin. Ja, sorry. En je zet hem in de koelkast. Gebruik hem dezelfde dag. Ja, ik dacht ik wil nog wel een koffie. Omdat hierin zat, dat was niet vloeibaar meer. Nee, sorry. Wat daarin zat, was nog zuurder dan een citroen. Die je 20 dagen te lang in zijn schimmel laat rotten. Oh, je moet me niet zo hard laten lachen, mijn buikspieren voelen gek. Dat was vies. Dankjewel. Ja, ik kan in de vaatwasser, dat slangetje. Nu is die schoon. Vandaag gaan we ook vast wel mensen, we willen vast wel wat cappuccino of zoiets. Sorry, schat. Ja, dat is echt jouw vieze dingetje dat je doet. I know. Nasty. Ik heb een lekker rendiermok theetje. Huh? Rendierteetje. Huh? Theetje in een rendiermok. Wat ga jij van mij drinken? Ik weet niet of ik hier nog iets van kan maken, maar ik denk dat ik maar een postertje maak, anders gooi ik hem weg. Nou, dat was best wel lekker. Ik heb dat van de week nog gewoon zo gegeten, omdat het heel stevig is, speldbrood. Dus ja. Je proeft niet echt zo helemaal over de lief. Dan maak ik het op. Ik moet mijn bronzer een beetje beter blenden en ik moet nog een lipkleur op, want dit lijkt heel gek. Zo, een beetje benden daar. En allemaal spulletjes daar voor het feestje vandaag. En nog wat benden hier, dus we zijn bezig met schoonmaken! Beetje enthousiast, hè? Klaarzetten? Nou, niet heel enthousiast hoor. Nee, maar gaan we even alles zo klaarzetten. Eerst even alle zooi opruimen en dan ook even naar de winkel, toch? Ja, we moeten ook nog even wat halen, want we hebben echt niks in huis. Nee. Ik had eigenlijk even een before moeten filmen, maar goed. Het is lekker schoon hier opgeruimd. Niet overal prulletjes, zoals normaal altijd ligt op de bank en op de leuning en zo. Oké, mijn accu-oplader. Maar ja, die heb ik echt gewoon vaak nodig. En de afstandsbediening van de lampen en Marco's telefoon en bril. Hè? Maar ik vind het netjes eruit zien en gezellig. Maar nog niet gender reveal party-achtig natuurlijk. Nou, de kamer is in ieder geval opgeruimd en schoon. Dus dan kunnen we zo de decoratie gaan ophangen. Maar ondertussen ga ik even mijn haar stylen. Ik heb een beetje twee haarstijlen die ik leuk vind voor iets specialers. En de ene is een krul met steltang. En de ander is gewoon stijl met deze lengte. Die krul duurt langer. Dus ik heb even gekozen voor de minst lange optie. En dat is gewoon even stylen. Ziet het er toch net even ietsje meer uit alsof ik er mijn best voor heb gedaan vandaag. Dit wordt mijn outfit voor vandaag, heb ik besloten. Dit is een super comfortabele jumpsuit. Die heb ik vorig jaar van Lovies ontvangen. Hij heeft lange mouwen. Ik heb nu nog even een vest, want we gaan zo dus boodschappen doen. Ik ga er later hakken onder doen, maar nu gewoon lekker mijn gympies van H&M.
Maar goed, deze heb ik laten inkorten. En dat is echt ideaal, want hij was veel te lang. En hier zie je mijn buikje goed in en het zit comfortabel. En ik heb ook voor het eerst in mijn leven een décolleté ongeveer. En ik dacht, hè, let's embrace it. Dit is hoe mijn make-up er vandaag uitziet en mijn haar. En wat we nu gaan doen is even boodschappen doen. Het ruikt helemaal fris in huis, het is schoon. Als we dan terugkomen kunnen we gewoon de decoratie doen en alles neerzetten. En dan kunnen de mensen eigenlijk komen, superleuk. Wat we wel alvast hebben, hebben jullie in een eerdere vlog kunnen zien. Namelijk deze chocolaatjes met roze en blauwe muisjes, superleuk. Maar verder nog niks. We gaan het een beetje simpel houden. Dus we gaan gewoon, denk een appeltaartje of zo kopen en misschien wat cakejes. Ja, en dan vind ik het eigenlijk wel prima. En drinken natuurlijk en zo. We hebben ook een heleboel mee te nemen, want altijd als we opruimen komen de kratten bier en het karton en weet ik veel wat allemaal vuilnis. Waarvan ik denk, laten we dat gelijk maar weer even meenemen. De kar ligt al aardig vol, ook vooral met andere dingen. Maar we hebben ook wat taartjes en zo hier liggen. En wat lekkere snacks, zoals deze. Wat ben je aan het doen, schatje? Ja, ik ben echt heel slecht in mooie tafelsettings maken, maar... Ik ben nu bezig met deze dingen. Ik weet niet wat het wordt, maar... Nee, dat daar gaan wachten komen wat het wordt. Het ruikt heel erg lekker in ieder geval. En jij? Wat ga jij doen? Ik ga eens eventjes de tafel opzij schuiven. Even kijken, allemaal chocola. En een croissant, komt die in het midden? Ja, vooral de croissant. Lekker hoor. Als ik tijd heb, ga ik die nog even eten. Koekjes, deze ruikt echt heel taart en thee. Dus die tafel ga ik denk ik eventjes opzij schuiven. Dan moet ik ook even die lamp even goed knopen, dus even kijken hoe ik dat ga doen. Maar die moet wel omhoog, anders stoot je je hoofd er tegenaan. Zo is het zo? Ja, is goed. Ja? Ja. Plakbandje. Oh, plakband. Ik blijf hier staan om te filmen, want ik denk dat ik dit leuker vind ten opzichte van jou een plakbandje aan te geven. Ik ook dat jij het super grappig vindt. Oh, baby. Ik vind dit ook heel leuk. Ik heb deze opgehangen en dan kunnen mensen hieronder stemmen. Kijken of er meer mensen denken dat we een zoontje of een dochtertje verwachten. Hier hebben wij alvast de boyballon en Marco is bezig met girl. Wauw, hij twist er in één keer in. En die gaan we dan hier zo op dit plankje, alsof het ervoor gemaakt is, hè. Ik heb ook alvast de chocolaatjes neergelegd. En ik heb over de tafellopers wat confetti neergelegd. Vond ik heel erg leuk. En we hebben voor de rest ja, wat meer goud en zo. Want ik wilde niet alles blauw-roze. Dus dat vond ik niet zo leuk. Trouwens, alles wat wij hebben aan versiering en deco en zo, dat komt allemaal van genderreveal.nl. En dat hebben wij mogen ontvangen. Dus dat was super chill. Wil die zo blijven staan? Nou, perfect. Er moet geen briesje komen, maar ik vind het helemaal leuk. Inmiddels is het feestje over. We hebben nog wel wat leuke versiering laten hangen, girl en boy. Dus, no spoiler. Want als je die video van gisteravond nog niet hebt gezien, dan is het natuurlijk veel leuker om daar een onthulling te zien. Maar het was mega, mega gezellig met superveel leuke en lieve mensen om ons heen. En op dit moment hebben wij net een beetje alles verder opgeruimd, behalve dus die deco. Maar de confetti hebben we opgeruimd en alle glazen en weet ik het wat allemaal. En wij gaan lekker makkelijk eten, hebben we besloten. We zijn echt best wel moe gewoon van de, ja ik weet niet, van de drukte excitement ook, en drukte. Het en ziet er we hadden, niet het ziet er niet lekker uit. Ik heb het helemaal kapot gestampt. Dit was bevroren soep. Maar dat is zelfgemaakte soep ooit. En die is hartstikke lekker. Met pesto en brei volgens mij. Heerlijk. Ja. Ik heb er echt zin in. Ja, ik ook enorm. Heel veel zin in met kruidenroomkaas. Gaan we dat eten en naambrood. Wat ook heel erg leuk is, is dat we er net achter kwamen. Wij vergeten iedere zondag van... Oeh, Expeditie Robinson is op zondag. Yeah. En dan elke keer zijn we rond 7 uur. Want meestal bedenken we het ons net op tijd. Zijn we helemaal excited wat we erachter komen. En nu is het ook echt de finale. Ja, wij vonden dit allebei wel echt een heel erg leuk seizoen. Qua proeven en zo. Veel interessantere proeven vond ik dan die de afgelopen jaren hadden. Maar buiten dat, ik vind ook dat ze... Leuke mensen ook. Leuke kandidaten hebben mee. Ja. Erin hebben betrokken. Ja. Ik vond dat eigenlijk vorig jaar... Mm-hmm. Vond ik het
zo ruk met de mensen die erin zaten. Er waren echt een paar van die verwende nesten die erin zaten. Ja, die hele negatieve mensen. Heel negatief, maar ook echt die waar van denk van waarom doe je mee? Jo Silvio of zo. En ja, en Ima Aisha. Oh ja, die waren nou, echt hoor, doe normaal. Verschrikkelijk. Kijk, dat het je gewoon zwaar valt, dat kan. En dat je denkt van nee, ik wil het niet meer. Maar, zoals bijvoorbeeld die DJ ook met dat langere haar die uiteindelijk zoiets had van ik wil wel naar huis. Die Tony? Nee, Tony van Junior, dit jaar. Frank. Weet je wel, dat kan gewoon. Of dat je je eenzaam voelt in de groep, maar ja. Zij hadden gewoon bij voorbaat echt nul zin. Want bij Frank was het wel gewoon, die deed wel echt zijn best, maar ja, op een gegeven moment merkte hij ook echt dat hij echt heel erg thuis miste natuurlijk. Ja, dat vind ik echt helemaal geen gekke idee. Die had gewoon heimwee ja. Ofzo. Nog wel even een behind the scenes van het feestje. Hier hangen normaal ontzettend veel jassen. Waarschijnlijk denken jullie wat echoot het opeens. Maar ja, toen er nog wat jassen van gasten bij kwamen, toen kwam de kapstok naar beneden zetten. Dat is wel eens vaker gebeurd. Dus op dit moment liggen alle jassen hier. Echt top. Maar Marco heeft er even opnieuw kit in gedaan en die pluggen er goed ingezet. Maar dat moet eerst even goed drogen en dan kunnen we de jassen weer ophangen. Maar dat was dus wel gelijk een hele mooie binnenkomer, moet ik zeggen. Dat echt de eerste de beste die binnenkwam, die kapstok naar beneden liet donderen. Love it. Hoort er een beetje bij, dat soort chaotische dingen bij zo'n feestje. Oh, yes! Soep! Oh, echt lekker. Ja. Echt heel lekker. Heel veel zin in ook. Ik ook. Wel relaxed trouwens dat het huis lekker opgeruimd is. Ja. Oh. Mm. Dat is wel echt heel erg. Hou ik echt wel, ja, ik kan dat. Je weet het. Ik heb echt een looie pijp, zegt Marco altijd. Dus echt, soms is het niet normaal hoor. Want gisteren ook op de kerstmarkt had ik die thee echt wel op voordat het hangen begon. Het is eigenlijk helemaal niet goed voor je stomp. Ik kan er al bijna niet eens eten, joh. Wat ik opeens dacht. Wacht even. Oeh, niet meer een volle mond, hè? Bijna mukbang-achtig. Mag dat? Nou, zo erg denk ik het niet. Ja, jij kan daar niet tegen. Schat, jij wilde iets zeggen. Brandbos. Stop ik weer wat in mijn mond. Zo dom. Dom, maar. Hoe lang heb je over gedaan? Ik heb een zwanger. Ik heb weer zo'n blackout weer helemaal. Zwangerschapsbrein, zegt ze dan. Oh, ik weet het al, ja. Ik krijg onder heel veel vlogs de vraag, omdat wij natuurlijk best wel vaak zeggen, Marco is terug van zijn werk of wat dan ook. Mm-hmm. Wat voor baan jij doet. En ik heb echt zoveel mensen individueel beantwoord, vind ik helemaal niet erg. Maar toen dacht ik, misschien helpt het als je het, dus even, als je het even vertelt. Want het is alweer een tijd geleden dat we het hebben verteld en sommigen weten het misschien wel. Maar misschien kan je wat uitleggen over je beroep en wat voor soort praktijk je werkt en zo. Mensen vinden het interessant. Maar dit weten jullie toch al, kijkers? Hebben jullie niet opgelet? Zijn er nieuwe kijkers bij? Er zijn nieuwe kijkers. Moet je even up-to-date. Hey. Ja. Welkom nieuwe kijkers. Ik ben oefentherapeut. En wat doet een oefentherapeut? Nou, een oefentherapeut. Zullen we de kruik halen? Nee, ik ben oefentherapeut. En ik ben... het is meer een houdingstherapeut. Of in ieder geval heel veel klachten, lichamelijke klachten, die komen... Nou, ook best wel veel vanuit een verkeerde houding of verkeerd beweeggedrag of... Überhaupt, als het er eenmaal is, dan kan het in stand gehouden worden door een bepaald verkeerd beweegpatroon. Mm-hmm. En wat ik probeer is heel veel mensen bewust te maken van eigenlijk wat niet optimaal eraan was en wat optimaal wel is. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld mensen die heel lang achter de computer moeten zitten, die krijgen last van nek en schouders. Maar ja, dat kan zijn dat ze ergens in een lage rug iets niet optimaal positioneren, bepaalde spiergroepen niet optimaal gebruiken. En ik probeer ze dat aan te leren. En ja, dus jij geeft ook... oefeningen mee. Ik geef oefeningen mee. Dus je zet mensen eigenlijk zelf ook aan het werk vooral. Nou, ik zet ze vooral aan het werk, ja. Ja. Dus ik probeer mensen ten eerste bewust te maken en ik geef oefeningen mee en ik probeer ze juist ook een beetje te trainen. En als je dan kijkt wat voor soort patiënten je zou kunnen zien, kun je dan een aantal voorbeelden noemen, een paar verschillende? In de praktijk waar je nu werkt is vooral rugrevalidatie. Dus ja, ik doe heel veel rugrevalidatie. Hij krijgt heel vaak mensen door voor is die eerst naar de chiropractor zijn gegaan. Dus dat is wel echt core rug vooral. Of de fysiotherapeut. Ja, of fysio. En wat ik veel krijg, nou echt, het is alle... Nee, ik krijg echt heel veel verschillende leeftijdscategorieën. Ik heb ouderen echt gewoon... rond de 80. Heel vaak hebben die ook gewoon lage rugklachten, maar dat heeft ook wel te maken met voornamelijk ook wel ouderdom. Artrose of zo. Artrose, zeer zeker. Ik heb ook kinderen. Kinderen die heel veel misschien nek-schouderklachten ook hebben, maar die moeten of ook heel veel studeren. Of scoliose. Scoliose, dus, want ja. Dat is bijvoorbeeld ook. Marco helpt dus ook veel mensen die blijvend gewoon
zich heel bewust moeten zijn van hun houding, omdat er iets in hun fysiek, ja, iets genetisch gewoon of erfelijk eigenlijk niet oké is. Nou, dat is niet per se erfelijk, maar soms nee, is het gewoon heel dat groeit op een gegeven moment. Ja. Oh ja. Maar dat kun je in ieder geval niet makkelijk herstellen, maar dan moet je dus wel zorgen, dan kom je nog eerder elke keer weer vast te zitten. En misschien is het ook wel leuk, grijp je kans, want ik weet dat jij daar soms wel eens tegenaan loopt, omdat heel veel mensen het idee hebben dat het is van je gaat of naar de fysio of de oefentherapeut, ja. Maar het kan elkaar ook heel erg aanvullen en het is eigenlijk ook heel wat anders. Dus misschien kan jij even uitleggen hoe jij dat ziet. Elkaar heel erg aan. Nee, wij werken heel erg goed met fysiotherapeuten ook samen. En waar mijn kwaliteiten zijn ten opzichte van de fysiotherapeut is dat ik heel erg ga kijken naar waar de oorzaak eigenlijk zit van de klacht, als in welke beweging. Stel voor verkeerde houding, verkeerd beweeggedrag. Ja. Want als je laat zeggen losgemaakt wordt door een fysiotherapeut, dan zal je beweeggedrag waarschijnlijk niet aangepast gaan worden. Ja. Want dat is je automatisme. En vaak krijg je wel ook wat oefeningen mee bij de fysio, maar het is toch een andere. Je kijkt op een andere manier. Jij vraagt ook heel veel naar mensen van wat voor werk doe je en zo, zodat je ook echt tips kan geven die aansluiten op. Toch? Ja. Mm-hmm. Dus dan weten jullie dat ook maar gelijk weer even. Wat dan heel erg de kwaliteit ook is van de praktijk waar wij in werken, is dat als iemand helemaal vast zit, dan is het of dat ik dan zeg van jij moet even naar de fysio of naar de chiropractor. Mm-hmm. Maar als zij dus ook zien van oké, we hebben die spieren dus wel weer losgekregen. Ja, dan moet je voorkomen dat het blijft de hele tijd terugkomen. Ja. Op dezelfde manier, mm-hmm. Dan moeten we kijken wat er in die houding verkeerd is of in het beweeggedrag. Ja, en daar ben jij weer perfect voor. Ja. Ja, dus voor onderhoud ook heel erg. Zeker, ja. Dus we hebben een hele leuke praktijk, Hilversum. Ja. Move well. Wil je ook echt zeggen waar je werkt? Waarom niet? Nou ja, ja, kan ook geen kwaad denk ik. Het is toch een balie waar je eerst doorheen moet. Nee, maar kijk, dat zal iemand die zei tegen me. Maar hey Marco, wat hoor ik nou? Hé, wat je vader? Oh, ja, broodje, dat was niet de bedoeling. Oh ja, dat heb je wel eens, ja. Ja, maar weet je wat is? Ik vind het gewoon zo leuk, want jij praat altijd zo vol passie over je werk en zo. Dus dat is echt heel leuk. Ik heb ook heel veel plezier in mijn werk. We hebben ook echt hele en Marco tijd. Werkt dus, dat is trouwens ook nog leuk om te weten. Misschien weten jullie dat ook niet of leuk. Marco werkt ook als ZZP'er. Dus hij is eigenlijk gewoon zelfstandig ondernemer. En daar in die praktijk werken een aantal mensen in loondienst. Maar de meeste wel, die therapeuten werken daar als ZZP'er. Dus in principe is het wel zo dat hij zo'n vol klantenbestand daar heeft. Of patiëntenbestand. Dat hij wel daar als enige plek nu werkt. En hier en daar doet hij nog wel wat andere opdrachten, want dat moet ook voor de Belastingdienst. Dus af en toe doet hij dan tijdelijk weer even wat anders. Dus, maar dat wordt goed geregeld zo. Mm-hmm. Oh. Ho, ho, ho. Well, what do you want for Christmas? Tijd voor de adventkalender. We zijn bij nummer 18. 18 al, insane. Van L'Occitane, wat hebben we hier? Een eau de toilette. Oeh, nice. Dat is best wel chic. Oeh, heel citrusachtig. Ik denk dat in de zomer wel echt een heel lekker luchtje is. En een heel schattig klein flaconnetje. Vinden jullie trouwens ook dat het licht zo geel is? Elke keer als ik 's avonds film vind ik het super geel. Maar ja, de lichten zijn ook warm hier. Maar ik heb het idee dat ik iets per ongeluk heb veranderd in mijn instellingen. Maar ik kan echt niet vinden wat. Ik heb al geprobeerd om het te ontdekken. Nou, ik kan het gewoon niet vinden. Helemaal silence. Waar is die? Nummer 18, nummer 18. Ah. Echt iedere keer die hele grote vakken. Daar kijk ik overheen. Nu ook weer. Hoe kan je deze nou niet vinden? Nou, Sarah kan hem niet vinden. Heel veel mensen zeggen steeds dat er aan de achterkant een tekst komt. En dat klopt. Dus aan het einde wil ik jullie wel laten zien welke tekst er komt. Alleen nu kan ik dat nog niet laten zien. Want sommige vakjes hebben bijvoorbeeld zo'n vorm. En als ik deze omdraai en de rest is nog niet omgedraaid, dan past het niet in de puzzel, zeg maar. Dus dat kan pas aan het eind. Maar goed, wat zit er in deze gigantisch grote? Oh, de strawberry conditioner. Dat is super chill, want hier zat ook al de shampoo van in. Dus dan heb je een matching set en echt gewoon full size. Dan gaan we naar Douglas. Ja, onderste laadje. Hier moet zitten. Ook weer zo'n best wel grote. We hebben een goede dag te pakken de 18e, jongens. Dit is een face and eye make-up remover. Super chill. En dan de Maybelline kalender nummer 18. Een heel mooi kleur lakje. En hij lijkt ook vrij dun. Dus misschien dat hij semi-transparant is. Weet ik niet zeker. Ik denk wel heel mooi verzorgd staat. Hij heet Peach Pie. Ik vond het een hele goede dag. Mooie afsluiter van deze sowieso super mooie dag met onze gender reveal party natuurlijk. Voor zo van genoten.
Ja, echt leuk. Nu ga ik lekker slapen in een frisse bedje, want we hebben het verschoond vandaag. Dat vind ik ook heerlijk. En we hebben ook echt het beddengoed gebruikt dat vandaag is gedroogd. Dus het is vanochtend uit de was gekomen. Dus dan ruikt het nog extra lekker naar wasmiddel. Dat vind ik echt het allerbeste wat er is. Dus ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik dat je morgen weer kijkt bij een nieuwe Vlogmas. Doei doei!